Tijd voor Christine's Cultuursnack. Het is donderdag en het is heel fijn dat je zit te kijken. Ik sta op deze druilerige dag bij Kasteel Vaneburg in Putten. En dat is een zeer romantische locatie. En als ik zeg romantisch, dan zijn er drie mensen waaraan je meteen denkt. En daarmee ga ik Putten trakteren. Het zijn namelijk de drie mensen van Opera Familia! Yay! Dat is de waarde hiervoor zijn. Het gaat alleen maar om de liefde. Het is een eeuwig refrein. Verder in uw wekelijkse culturele update. We kijken achter de schermen bij de eerste repetitie van een toneelstuk van de jonge schrijver en acteur Koen Vrijns. Ja, dank je. Prachtig. Jezus, man. Cabaretier Leon van der Zanden praat voor zijn beroep, maar is privé ook wel eens heel lang stil. Ja, dit is dus het stiltecentrum van Nijmegen. En je praat ook al een beetje zo. Ja, dat doe je automatisch. Amateurfotograaf Jan Tuinman maakt stillevens. De belichting bepaald heb van de camera. Waarom doet u niet gewoon klik? Nou, ik moet hem eerst goed inkaderen en dan moet ik de belichting goed bepalen. En kunstkenner Helene onthult iets over een kunstwerk in Apeldoorn. Moet er natuurlijk geen condens aan de binnenkant zitten, hè? Nee, dat is wel een beetje... Dit is een beetje gek, hè? Ja, maar dat komt denk ik door de kou van de nacht. Maar eerst terug naar de zingende familie. Opera Familia. Het gaat alleen maar om de liefde. Het gaat alleen maar om de liefde. Maar zijn jullie nou de hele dag met liefde bezig? Och, met z'n drieën? De hele dag. Druipt er wel niet te gaan. Dat is toch... Ja, serieus? Liefde heeft wel kansen. Nou, vertel. Liefde is soms ook snijden. Wat misschien niet goed voor jezelf is of whatever. Dan is het ook goed om eens eventjes grenzen te stellen. Dat is ook liefde. Word je daar nou nooit moe van? Dat je denkt, dat liefdesgedoe, ik word er nou even een beetje helemaal zat van. Ja, maar liefde is een werkwoord, hè? Dus dat maakt het toch weer even anders. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, we hebben het natuurlijk al over liefde, maar wat houdt dat in? Weet je, om in een situatie te zitten met jezelf waar je misschien op je tenen wordt getrapt. Kan je nou nog in liefde zijn met jezelf? Of voor die ander? Hoe geldt dat voor jou? Nou, dat het met vallen en opstaan gebeurt, ja. En de muziek is voor mij een medium om dat tot uiting te brengen, maar ook mee te transformeren, zeg maar. Maar als jullie bijvoorbeeld, zoals nu, zingen over het gaat alleen maar om de liefde. En jullie hebben knallende ruzie met elkaar. Hoe kan dat dan? Kan niet. Nee, want jullie staan te stralen naar elkaar. Het is een enorme hulp dan, om dat toch weer om te zetten. Want dat is ook wel bijzonder, vind ik, in het leven. Dat je, soms hoef je maar eventjes jezelf een andere gedachte te geven. En dan is het al helemaal anders. Het regent pijpenstelen in Putten. En dat weer kan behoorlijk op je stem slaan. Opera Familia gaat op pad in Putten. Maar wel lekker in een warm busje. Jongens, vinden jullie het spannend wat we nu gaan doen? Hebben jullie wel eens gewoon zo aangebeld? Nee, nog nooit. Nee. Nee. Veel gedaan, dit is helemaal nieuw. Wat leuk zou zijn als we bijvoorbeeld een piano of zo hebben. We moeten wel even door de ramen kijken of ze een piano hebben. Zijn dit pianomensen? Nou, nee, ik zit al. Nee. Is het wel eens voorgekomen dat jullie bijvoorbeeld een conflict hadden? Je zingt het liedje en daarna is het conflict opgelost? Het is in ieder geval veel rustiger. Ja, dus ruzie maken moet eigenlijk gebeuren bij jullie na het zingen van een liedje? Nee. Dat het dan wat milder is. Nee, maar het is best wel eens lekker om even lekker tekeer te gaan. Ja, het moet open, het moet vrij zijn. En dan is het wel zo wat jij zegt, van doordat wij ook harmonieën zingen, dat die trilling, dat gaat ook door je heen. Dus het maakt ook dat we lichter in ons hart worden. Ja, je bedoelt eigenlijk dus die golven, gewoon die geluidsgolven, zorgen voor een bepaalde balans. Ja. Dat letterlijk harmonie. Wat bij het publiek gebeurt, gebeurt eigenlijk bij ons ook. Heb je dit zelf gemaakt? Jazeker, deze foto heb ik zelf gemaakt, ja. Heb je deze ook zelf gemaakt? Deze heb ik ook zelf gemaakt, ja. Ook deze heb ik zelf gemaakt. Ja. Deze ook? Deze ook, ja. Ik ben Jan Tuinman, ik ben amateurfotograaf met een heel breed spectrum. Zo breed is het ongeveer het spectrum, misschien nog wel breder. Ik ga nu de fotostudio opbouwen. Voor deze fotografie sessie gebruik ik dus gewoon een zwart doek. Gewoon mat, zwart. Ik ga nu de verlichting opstellen. En voor het weer gaan we... Ik ga nu een tulle pakken om die te fotograferen. Heb je nou net bier zitten drinken? Ja, dat lijkt het wel op, hè?
mensen moet je altijd regisseren. En dit regisseer je ook, maar het staat en dan blijft het staan. Ja, dit kan je wat makkelijker manipuleren, zeg maar. Ja, veel makkelijker manipuleren, ja. Gaat u nu een foto maken? Nee, we gaan eerst de camera even instellen. Wanneer gaat u dan een keer een foto maken? Zodra ik dus de belichting bepaald heb van de camera. Waarom doet u niet gewoon klik? Nou, ik moet hem eerst goed inkaderen. En dan moet ik de belichting goed bepalen. Wat gaat u nu weer doen? Ja, nu is het belangrijk dat de foto natuurlijk scherp wordt. Hè? De sluitertijd die is ingesteld op 1,6 seconden. Zo, dat is heel lang, hè? Dat is eigenlijk een lange sluitertijd, ja. Bestaat ook een sluitertijd van de maand? Nee. Ik manipuleer nu het licht. Wat gaat u nu doen? Ik ga nu de foto maken. Op dit moment? Op dit moment. Weet u zeker dat alles goed staat? Ik weet het eigenlijk wel zeker dat alles goed staat. Ik ga nu de foto maken. Doe maar. Nou. Dat moet hem zijn. Kijk, als je deze foto nu ziet, dan zie je hier een klein lichtvlekje. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het is eigenlijk mislukt? Nee, hij is niet mislukt, want daarvoor hebben we dus Photoshop. U bent nu aan het photoshoppen? Ja. Nu bent u dus aan het manipuleren? Ja, manipuleren kost veel tijd. Wanneer weet u nou of het goed is, of het klaar is? Ik laat de foto's ook meestal aan mijn vrouw zien. En als zij zwijgt, dan is er meestal iets niet goed. Hoort dat zo? Vind ik storend. Ja, maar ik ben nog niet klaar. Kunt u nog wat meer laten zien wat u met Photoshop heeft gemanipuleerd? Wauw. Dit is dus een gemanipuleerde foto. Deze heb ik ook helemaal zelf gemaakt. Dit heb ik helemaal zo gemanipuleerd, ja. Is dit de gedachtenkronkel van Jan? Dit zou je eens kunnen noemen, de gedachtenkronkel van Jan, ja. Ja. Het gaat alleen maar om de liefde. Er is niets meer. Hallo, het ziet er wel heel mooi uit. Kijk eens aan, je zag ons natuurlijk al aankomen. Ja, maar dit was niet de bedoeling, hè? Feliciteren. Je hebt gewoon deze mensen gewonnen. Ja, ik vind het echt heel lief. Maar ik moet echt om 1 uur op mijn werk zijn en ik moet me nog omkleden. Dus moeten we even meereiden naar je werk? Nee, want ik ga op de fiets, want die is hier vlakbij. Oh, oké. Okay. Ja, weet jij toevallig mensen hier in Putten waarvan je denkt, die hebben echt een optreden verdiend van deze opera-familie? Nou, mijn moeder. Ja, woont ze? Ja. Waar woont ze? Ze woont in het dorp. En waarom heeft jouw moeder het verdiend? Morgen had mijn vader jarig geweest. Dus afgelopen maandag was het 2 jaar geleden dat hij is overleden. En, het is een hele sterke vrouw en ik vind dat ze het hartstikke goed doet. Ze is 79 en ik ben gewoon hartstikke trots op haar. Ik bedoel, als je zo lang lief en leed met elkaar gedeeld hebt, ja. Dan, en ja, ze doet het toch allemaal nog maar alleen. En zou ze het waarderen? Ja, ik denk dat ze tot tranen geroerd is, denk ik. Ja? Ja, dat denk ik wel. Nou, ja, dan gaan we bij je moeder kijken. Het gaat alleen maar om de liefde. Het gaat alleen maar om de liefde. Hoe noemen jullie jezelf eigenlijk? Opera Familia, een familie? Opera Familia Classic Meets Pop. In ieder geval zetten we dat er tegenwoordig wel achter. Ja, zin in de familie. Het is natuurlijk wel belangrijk dat jullie familie zijn. Ja. Maar ja, dat zegt het woord ook al een beetje. Belcanto-formatie. Vocalisten. Belcanto-formatie. Ja. Ja. Zo. Hoe kan het eigenlijk dat jullie alle drie deze muziek zo omarmen en zo fantastisch vinden? Ik begin met jou, want voor jou, jij bent natuurlijk... Dat dacht ik al. Ja, je bent van een andere generatie. Ik ben een andere generatie, inderdaad. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Het kwam op mijn pad natuurlijk al toen ik heel jong was. Dus, door je moeder? Door mijn moeder. En dat gevoel is altijd eigenlijk gebleven. Ben je niet van de dancefeesten geweest ooit? Nee. Nee, nog nooit? Nee, geen dancefeesten. Het is ook een groepproces. Ik wil, als je mij jaren geleden had gezegd dat ik dit zou doen op deze manier, klassieke stukken of bewerkte stukken, dan denk ik dat je een beetje voor gek had verklaard. Omdat ik helemaal niet in die hoek zat. Voor mij was bijvoorbeeld Elton John en zo waren het grote voorbeeld. Piano spelen en zingen. Het is uiteindelijk ook ontwikkeld doordat Carla en ik uiteindelijk gingen samenwerken. Eigenlijk ben jij de infectiehaard, zeg maar. Jij hebt haar besmet en hem. Ja, het is waar. Ja, en ik geloof dat als je over harmonie spreekt... Ja, voor mij, mijn grootste uitdaging in het leven is omgaan met disharmonie. Omdat het altijd zoekt mijn systeem naar die harmonie, harmonie. En dat heeft me ook wel eens wat van mezelf verwijderd. Omdat je dan altijd goede vrede wil bewaren. Dus daar heb ik wel mijn lessen in gehad. Geldt voor jou dan wel dat je ook nog andere muziek
ziet zitten? Of dit is het helemaal voor jou? Nou, het is het helemaal. Het is absoluut zo. En ik heb ook een alter ego. Dat heb ik eigenlijk nog nooit getoond. En ik weet ook niet, ik ga dat ook niet meteen tonen. Ik word dus heel veel geïnspireerd om liedjes te schrijven. En meestal zijn het dit soort prachtige liedjes. Maar ik vind mezelf soms ook terug dat er gewoon de ene carnaval zit naar de andere naar binnen komt. Heel gek. En daar word ik helemaal blij van. Nee, van en hoe heet dat alter ego voor jou? Heeft hij een naam ook? Ja, Beb. Ja, Beb. Het is een soort... Het is een... Maar we hebben dus nu een primeur, begrijp ik, Carla. Ja, een primeur, ja. Want dit weten ze. Wat gebeurt er als jij Beb wordt? Ja, dan krijg ik een accent. En ook helemaal niet iets waar ik mee groot ben gebracht. Denk je dat het nodig is om ook een andere kant daartegen aan te zetten? Omdat het anders misschien te zoetsappig is? Absoluut. Jullie weten natuurlijk wat er nu gaat gebeuren. Ja. Wij willen absoluut die carnaval. Dat is goed. Ja. Klein stukje. Heel klein stukje. Oké. Okay. Ik wil niet zitten zeuren, maar ik moet het even kwijt. Anders vlieg ik op tegen de muren. Zo lekker even klagen, ja, dat lucht zo lekker op. Al vraag ik wel te staan, ik soms wat zuur. En ik zeg mijn eigen man. Zeg, Beb, doe er nou eens wat aan. Ik ben een dweil met stijl. Ordinair, maar krakhelder. Ik ben een dweil met stijl. En mijn koken is mijn trots. Dat was hem, jongens. Met zijn 8e show staat cabaretier Leon van der Zanden op dit moment in de theaters. Hij moet bijna op. En in de kleedkamer neemt hij dan even een momentje voor zichzelf. Christine's Cultuursnack mocht daar bij hoge uitzondering bij zijn. We zijn hier bij het Stiltehuis, Huis van Aandacht. En daar heb jij 3 keer een tijdje doorgebracht, hè? Klopt. Ja. Op dit terrein bij de Fraters in Nijmegen kun je een paar dagen helemaal terugtrekken. Samen met anderen stil zijn. Nou, toevallig, joh. Staat gewoon een bankje klaar. Gaaf, hè? Ik geloof niet in toeval. Ik geloof je niet in toeval? Nee. Ben je zo diepzinnig geworden hier? Nee, niet hier. Daar was ik altijd al. Oh. Ik wil gewoon de echte dingen. En daar heeft deze plek me wel bij geholpen. Als je in stilte bent, dan valt er sowieso al 3 maskers vallen dan al af bij mij. Want ik ben nogal geneigd om sociaal te doen. En dat vind ik ook leuk. Maar als dat wegvalt, dan komt er een andere waarheid naar boven. En die vond ik heel interessant. Nou, dit is dus het stiltecentrum van Nijmegen. En... Je praat ook al een beetje zo. Ja, dat doe je automatisch. Daar hangt hier een soort sereniteit en dan gooi je zo. Ik ben hier 3 keer geweest. De eerste keer heb ik alleen maar geslapen. Oh, ja, dan is het makkelijk om niks te zeggen natuurlijk. Ja, dan win je wel. Ja, precies. Nee, maar daar had ik dus behoefte aan. Ik was gewoon moe en ik wilde slapen. Nou, wat schattige kamertjes. Iedereen heeft dus een eigen kamer. Dit is jouw kamer? Dit was mijn kamer. Zo, het is wel behoorlijk sober, hè? Ja, maar dat leidt de aandacht dan ook niet af, snap je? Mm-hmm. Dan blijf je ook bij jezelf. Dan ben je gewoon echt gefocust op dat wat je wil doen. Maar je bent hier dus een paar dagen. Dat zijn heel veel uren, hè? Ja. Dan ga je gewoon... Ik weet niet wat ik daarna heb gedaan, maar in rust zijn. Ja, gewoon zei je, maar dat is al genoeg. Dit is zo'n leuke vraag. Wat ga je dan doen? Ja, wat blijft er dan over als ik niks te zeggen heb? En er blijft heel veel over. Dus ik zit bij die agent in die auto. Of hij zit natuurlijk bij mij in de auto. Ja, want ik had te hard gereden. Hij had natuurlijk ook wel te hard gereden, maar dat was om mij bij te houden. Ja, maar dat ga je niet zeggen, toch? Je gaat niet zeggen, nou, meneer heeft te hard gereden. Ja, maar jij ook, weet je wel. Dat is kei kinderachtig. Dus ik had veel te hard gereden ook, hè. Ik had 80 kilometer te hard gereden, waar je maar 30 mag. Maar wat ben je verder tegengekomen dan? Heel veel diepte, heel veel
Maar wat bedoel je met die diepte? Hè? Want ja, dat is wel een heel tof woord. Maar ja, ik snap wat je bedoelt. Je zit hem dat in een soort van acceptatie van wie je nou echt bent of zo? Ja, ja. En niks daaraan toevoegen. En hij stelde de vraag en de vraag was: waarom reed jij precies te hard? En ik antwoordde naar waarheid: ik ben op weg naar een examen spirituele therapie. Theorie of praktijk? Want dan zit je met hoeveel mensen zit je dan aan tafel stil te zijn? Ja, nou, hier zouden er 8 of 9 kunnen zitten. Mensen die je niet kent? Mensen die je niet kent. En die gaan allemaal zwijgend aan tafel? Ja. En moet er niet ineens iemand keihard lachen? Dat is niet gebeurd, maar dat is, ja, het zou kunnen. Ja, en dan lach je heel even mee en dan sterft dat weer af. En dan ga je weer verder met eten. Goed, mensen reageren daar een beetje raar op en daar kan ik mee omgaan. Want spirituele therapie klinkt nog steeds een beetje raar, maar het is eigenlijk heel normaal, toch? Spirituele therapie, hele leuke... Wat heeft dat opgeleverd voor je spel? Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Je komt dan in contact met iets van jezelf. En dat is de basis voor je cabaretvoorstelling, jezelf. Wij zijn, alle cabaretiers, zijn ons eigen materiaal. En hier leer je dat materiaal heel goed kennen. Op een andere manier dan dat je gewend bent. Ja, heb je het gevoel dat je echter bent geworden? Ja. De buitenkant, dat is mooi, hè? Zit er allemaal in, ja. En de binnenkant zijn alle chakras. En de buitenkant is dan je aura. En de gedachte achter de therapie, of eigenlijk achter die opleiding, is dat je allebei doorwerkt. Dus eerst je eigen chakras en dan je eigen aura's. Zodat je cliënten die dan later komen, kan aanvoelen op wat zij hebben. Als we nou naar jouw voorstelling gaan, supergewoon. Is dat uitermate geschikt voor spirituele mensen of voor juist niet-spirituele mensen? Voor allebei. Want het is gewoon cabaret. En het is dus ook echt om te lachen, gieren, brullen. Alleen, ik vertel ook nog andere dingen. Ja. Zou het zelf zo kunnen zijn dat ik als een ander mens naar buiten kom? Dat zou zelf zo kunnen zijn, als, ja. Als een heel spiritueel mens ook? Dat zou ver, want het is geen workshop. Maar het kan je wel diep raken, ja. En dan een beetje zo. Ja. En nu? En nu even... stilte. Oké. We hebben er weer zin in. We gaan heerlijk achter de schermen kijken bij Heel Gelderland Repeteert. Wij zijn bij Generale Oost. Het is de allereerste repetitie van Man van Klei van Koen Vrijns. Oké. Nou, eerste repetitie. Ja. Heb je de tekst? Ja, in samenwerking met Artes Hogeschool voor de Kunsten presenteert Generale Oost GO Talent. En hierin krijgen talentvolle vierdejaarsstudenten de kans om hun concept uit te werken tot een voorstelling. De vloer wat dingen gaan uitzoeken. Nou, dan gaan we de vloer op. Yes. En dit jaar is het podium aan dichter-muzikant Koen Vrijns. Dat is dus die jongen die nu die spiegel neerlegt. Hij studeert af aan Artes met creative writing en dat betekent creatief schrijven. Als je het niet wil, moet je het zeggen, maar zou je wat van je kleren uit kunnen doen? Ja, dat kunt nog niet kunnen. In ieder geval je boven, dus je hemd en je vest. Ja, dat is goed. Surakarta, Yogyakarta, ja. Een vrolijk intermezzo. Dame. Man van Klei gaat over thuiskomen, maar dan moet je wel een beetje abstract zien. Want het gaat over waar voel je je thuis. Kun je overal ter wereld je thuis voelen? Ja, dank je. Prachtig. Ja, Jezus, man. Wat je vaker hebt gedaan, is dat elke klank dan zo... Ja, karta. Dat het ronder is en nu werd het allemaal... Het werd scherper. Ik weet het niet, je wilde ook echt maar iets zeggen of zo. Ja. Ik weet niet wat. Ik heb geen idee wat. Oké. Zullen we dit even laten voor wat het is? Dan licht aan en dan gewoon even het begin van de tekst. Toen ik 9 jaar geleden in Maastricht carnaval vierde, waren mijn ouders nog samen. Was het café Jour de Fête? Koen Vrijns speelt van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 maart in Generale Oost.
In Putten staat mevrouw Smit voor het raam. Ze heeft geen idee dat Opera Familia net bij haar dochter voor de deur stond. Mevrouw Smit. Nou ja, dan moest ik gaan aanbellen, ja, hè? Kom op, we gaan. Ja. Ah. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 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 Dag mevrouw Smit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil u feliciteren. En dat is? Heeft nou, 100.000 gewonnen? Bijna. Dat, u heeft deze drie mensen voor tijdelijk gewonnen. En dat is Opera Familia. Kent u ze van de televisie? Ja, als ik misschien... Ja, ik ben niet zo'n operamens, zou ik het eerlijk maar zeggen. Want ik kijk het dan ook niet natuurlijk, hè? En we blijven 2 weken logeren. Nee, hoor. Nou ja, jullie kunnen in mijn huis, joh, wat dat betreft heb krijgen. Mogen we binnenkomen? Ja, natuurlijk. We komen natuurlijk via uw dochter hier terecht. Waarom denkt u dat zij vindt dat u een optreden heeft verdiend? Ik had het voor iedereen klaarstaan. Nou, dan verdient u het eigenlijk sowieso, maar uw dochter had nog een andere reden. En dat heeft te maken met de datum van morgen. Ja. U weet het al. Ik wil u niet heel erg aan het huilen maken. Nee, dat snap ik. Maar het is goed bedoeld. Het komt van uw dochter. Uw man is overleden en morgen is zou zijn verjaardag zijn. Ja. Ik hoop dat wij u iets moois kunnen aanbieden. Samen onze fantasieën delen. Samen staan en samen lopen. Samen bidden. En samen hopen. Samen wit en samen zwart. Eén van zinnen en één van hart. Mijn hartje huilt altijd nog. Als ik mezelf ineens dreig te verliezen en in mijn hart door storm word overmand, dan raakt uw hand de mijne in de stilte en draagt u mij tot aan de overkant. Wanneer mijn dromen neigen te verzanden en ik mijn eigen stem niet meer herken, dan tovert u de kleuren in mijn handen en geeft u mij weer terug aan wie ik ben. Dat weet ik. Vertel eens, wat vind jij er nou van? Een begrafenis? Nee, dat kan niet. Kijk maar eens naar de kleurtjes. Naar de doel. Kijk, ballonnen. Het zijn een ballonnen. Geboren kind. 30 april 2009. Nee, ik zou niet weten jij. Eigenlijk is 30 april is natuurlijk verbonden aan Koninginnedag. Maar dat hebben we niet meer. We hebben nu... Koningsdag. Best wel mooi. Ah. Interessant, hè? Het lijken een soort waterballonnen in een doos. Ja, ja, dat is meer een grafmonument. Dus dat zou wel iemand zijn die overleden is op die datum dan. En het is een jongen. Ballon, dat er blauwe bloemen liggen. Ik denk dat het inderdaad een soort herdenking is. Misschien is het wel de herdenking van het begraven van Koninginnedag 2009. Vind ik het niet goed gevonden? Ja. Vind ik wel heel goed gevonden. Jij dan? Ja. Maar ik word er niet verdrietig van. Ik vind het wel leuk. Ja. Jij niet? Met de ballonnen. Ja. Dat is natuurlijk voor wat gebeurd is in Apeldoorn. Wat? Toen die auto tegen die kolom is aangereden daar. Ja, daar is een monument voor gemaakt. Ja. Op Koninginnedag was dat nog. Ja. Ik snap niet zo goed wat ze ermee proberen te zeggen, eigenlijk. Ja, ik ben ook niet zo'n kunstmens hoor. Ik ga wel eens naar museums, maar... Nee, het zegt me niet zoveel. Helene, ik ben Mark. Ik heb een vraag. Kun je met kunst troost bieden? Of kunst troost kan bieden? Ja en nee. Bij dit monument, als we daar zo staan, denk ik ja. Het is een erkenning van het leed,
Maar het leed is niet weg. Het leed blijft altijd bij de nabestaanden. We zitten hier bij het kunstwerk van Menno Jonker. 30 april 2009, zo heet het. Hoe kan dit kunstwerk nou troost bieden, Helene? Het werk is gemaakt om hier te memoreren wat hier voor verschrikkelijks is gebeurd. Hè? Het omkomen van 7 mensen op een hele... op het hoogtepunt van hun dag eigenlijk. Ja, koninginnedagdrama. De koningin rijdt voorbij en op dat moment verloren zij hun leven. Wat natuurlijk verschrikkelijk is. Voor de nabestaanden is het denk ik wel belangrijk dat er zoiets is. Het is toch een soort punt van bezinning hier. Moet er natuurlijk geen condens aan de binnenkant zitten, hè? Nee, dat is wel een beetje... Dat is een beetje gek, hè? Ja, maar dat komt denk ik door de kou van de nacht. Ja. Maar dit trekt wel weg, toch? Trekt wel weg, hoor. Oh, gelukkig, ja. Ik vind het een heel interessant beeld. Menno Jonker is een kunstenaar uit Gelderland. En die woont in Epe. En zijn werk is over de hele wereld. Een hele bekende kunstenaar. Hij werkt heel veel met glas. Hij is ontzettend goede glaskunstenaar. Maar glas is heel sterk. Maar ook heel breekbaar. En dat is natuurlijk het leven ook hier geweest voor die mensen die hier stonden te kijken en zo in één keer weg zijn. Ja, want die ballonnen zijn van glas. De ballonnen zijn van glas, van kristal zelfs. Alsof het echte ballonnen zijn. Dat is wel tof dat het dan van kristal is. Dat zou je niet denken. Nee, dat zou je niet denken. Maar... Een zachte uitleg van een vreselijk iets. En hoe zou je dat hier uit moeten halen? Want we zien 7 ballonnen. Het symboliseert de ballonnen die niet meer omhoog kunnen. Ze blijven hierin. Het beeld is naar binnen gekeerd. Je kijkt naar beneden. Ja. Bijvoorbeeld dat beeld daar, hè, de naald, hè, dat is vreugdevol en dit is alleen maar verdrietig. Ja. Ja, daar sta je eigenlijk niet bij stil. Die kijkrichting is dus ook nog bepalend voor wat het doet met je. Ja. Ik vind het heel mooi. Ja, ik ook. Werk. Ik vind het ook mooi werk. Ja. Ja. Nou, verdrietig. Absoluut verdrietig. Of het werkelijk troost biedt, ja, dat kunnen wij niet... voelen natuurlijk. Hè? Het verdriet blijft. You raise me up to more than I can be. Super! Super! We gaan nu zoenen. Echt fantastisch. Het is u zo van harte gegund. Ja, dankjewel. Ja, even staan. Tenminste. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Ja. Jullie nog koffie even voor de zaak? Nou, gezellig ben ik al. Nou, dat is fijn. Mijn man die zegt altijd, je hoeft altijd niet gelijk met koffie klaar te staan. Hoor. Zij zegt het dan altijd, weet je wel. Maar ik zet lekker even kop koffie. Ja. Jullie gaan eerst, hè? Succes ja, met alles. Tot ziens. Ja, zeker. Tot de 12e. Ja, dankjewel hoor. Ja. Dag. Nou, mevrouw Smit, ja. Hoe gaat u nu de dag verder doorkomen? Nou, ook al nog een keertje huilen, denk ik. Hebben u niet te veel overstuur gemaakt? Nee hoor. Ik moet verder. Ja, want het is 2 jaar geleden. De kinderen vinden me al flink. Ja, nou, dat zijn uw dochter ook. U heeft in ieder geval genoeg hulp om u heen. Ja, gelukkig wel. En goede buren. Ja, super. Dus dan kunt u nog even een bakje koffie mee drinken om dit allemaal een beetje te verwerken. Ja, oh ja. Als ik straks even naartoe ga naar die andere waar ik vanochtend ben. Dan had ze gezegd, oh, dat had ik wel willen zien of zo, weet je wel. Zo zijn we met elkaar. Ja, heel fijn. Zo. Dit was het einde van Christine's Cultuursnack. Het was weer een emotioneel moment. Mevrouw Smit bemoeit zich er nog even mee. Heel gezellig. Ja, dat was het. Tot volgende keer. Nou, gaan we wel lekker een dusje zonder koffie. Ja, dat gaan we doen.